Zo, ik heb dus toer nummer 25 afgemaakt met alleen maar stokjes om jullie even te laten zien. Mijn werk bobbelt dus niet. Zo moet hij zijn. Hij zal iets uitlopen in de hoek. Dat hoort, want als je het goede patroon kijkt van het origineel vest, daar waar deze vest op gebaseerd is, daar waar ik mijn eigen versie van gemaakt heb, zie je ook dat voorbij de granny's dat hij iets uitloopt om de rand van de vest mooi te laten verlopen, zodat hij iets wat richting sluiten kan gaan, maar niet helemaal. Dus mijn werk bobbelt dus niet. Zorg ervoor dat dat bij jullie ook niet bobbelt, anders dan krijg je het niet meer netjes en recht. Je kan een hele hoop recht krijgen met persen, maar dat ga je niet meer recht krijgen als het nu enorm bobbelt. Goed, toer 26. Haak 1 lossen. Je moet altijd werk draaien als je aan het einde bent. Ik ga dat niet meer in elk filmpje toelichten. Altijd werk draaien. Wat zeggen patroon? Haak 1 stokje. Nou, hier hebben we 1 stokje. Zit hij dan? Haak 2 lossen. 1, 2. En sla 2 steken over. 1, 2. In de derde maak je dus een stokje. Zo dus. Stokje, 2 overslaan, 2 losse haken en een stokje. En dit herhaal je tot aan het einde van de toer. 2 overslaan, 2 losse haken en een stokje maken. 2 lossen, 1, 2. 2 steken overslaan. En in de derde een stokje. 2 lossen. 2 steken overslaan. In de derde een stokje. Zo ziet het er dan uit. Dit is toer 26 van week 3. Tevens de laatste toer. Ik ga deze afmaken en ik zal zo direct weer een post plaatsen met de foto hoe het nu eruit ziet. Zodat jullie een idee hebben waar en op te letten. Ik hoop dat dit voldoende informatie is voor jullie. Ik ga hem afmaken in het topicje week 3 met alle linkjes van de YouTube-filmpjes staan deze ook strakjes bij. En alle andere filmpjes staan daarin. Dus mochten jullie terug willen zien, kunnen jullie daar kijken. Mits jullie mobiel hebben, jullie niet de live views terug kunnen vinden. Ik wens jullie veel succes. En ik hoor het wel als er iets is. Doei doei!